Hey, welkom bij het kanaal van Lucky Bastard. Weer 5 spellen die ik ga reviewen. En dit zijn weer kleppers van formaat. Vele zijn nog vers van de pers. Dus jullie zijn misschien wel benieuwd wat ik van deze spellen vind. Wat is jouw favoriet als je alleen maar kijkt naar de doos? Ik ben benieuwd wat het antwoord daarop gaat zijn. Beginnen doen we vandaag met het spel Rome. In het spel ga je starten met 3 karakters die een heel eenvoudig patroon hebben, zoals hier. En je gaat dan, iedere keer als je aan de beurt komt, een van jouw kaartjes omdraaien en het patroon leggen vanuit jouw positie op dergelijke kaartjes. Er zijn altijd 6 vakjes per kaartje en er liggen ook altijd 6 kaartjes voor op te leggen. Die liggen aansluitend, dus je kan overlappend leggen op verschillende kaartjes, als je meer dan 1 blokje moet leggen natuurlijk. In ieder geval, van zodra een kaartje volledig gevuld is, dan gaan we kijken wie heeft er het meest aan bijgedragen om dat te vullen. Ben jij dat, dan krijg je dat kaartje en dan draai je dat om naar de andere kant. En dan heb je een karakter met een nieuw patroon. Af en toe staat ook geld op die kaartje, zoals je zag. Als je daarop legt, krijg je munten. En met die munten kun je ook onder andere een item gaan kopen, zoals deze tovenaarshoed. Deze zorgt ervoor dat je iedere keer dat je dat gebruikt, een rijsteen mag leggen op een van de stippenlijntjes. Normaal gesproken moet je daar 2 munten voor betalen, maar als je deze hoed hebt, is dat 1 keer per zoveel rondes gratis. Want pas van zodra je al je karakters hebt gebruikt, dan ga je ze terug opendraaien en kan je ze opnieuw gebruiken. Net hetzelfde met de items. Wat de vormgeving betreft, het spel speelt zich af in de wereld van Arzium, de wereld van Ryan Lockett. En van mijn 7 spellen van zijn hand, van Red Raven Games dus, is dit toch wel op 1 na de mooiste cover die ik heb. De Empires of the Void zijn nog net iets mooier. Deze vind ik echt fantastisch. Zou ik graag als poster op mijn muur ergens hangen. De rest van het spelmateriaal is ook allemaal degelijk, maar wat ik vooral chic vind is dat ze de extra moeite hebben gedaan om er thema te stoppen in wat anders een volledig abstract spel zou zijn. Wat bedoel ik daarmee? Iedere keer als je zo'n kaart omdraait met een karakter, staat daar ook nog wat, 1 zinnetje maar, met tekst op. In dit geval, Talkin ketst de steentjes op lava. Roesmoes zet de thee van witte bloemen. Martinus maakt een stamppot van oude tijdschriften. Ook op de items, op de tovenaarshoed, eigendom van een goedaardige tovenaar Omer, wiens baard zo lang was dat hij hem als zweep gebruikte. Dat hoeft niet per se, sommige mensen zullen er niks aan vinden, maar ik vind dat geweldig. Dus ik zei het al, het spel begint zeker en vast als een abstract puzzelspel waarbij je de patronen zo slim mogelijk probeert in te delen. Het is ook area control, meerderheid proberen te halen in bepaalde gebieden. Maar het ontwikkelt zich ook gaanderweg als een engine builder bijna. Waar dat je jouw motortje zo snel mogelijk probeert te laten lopen, zodat je zo snel mogelijk jouw stenen kwijt kan. En anderen verhinderen van dat zij de karakters stelen. Want het spel eindigt van zodra iemand 10 karakters heeft, karakters leveren punten op. De items ook wel, dus geld is ook belangrijk. En die balans tussen al die dingen, dat maakt het een interessant spel. Het is ook leuk dat er een automatisch catch-up mechanisme in zit. Als iemand meer karakters heeft, ja, dan is die eigenlijk aan het winnen. Maar het duurt het ook langer vooraleer dat je alle karakters terug mag gebruiken. Want je moet ze 1 voor 1 dichtdraaien als je ze gebruikt. Om hetzelfde karakter 2 keer te gebruiken, jouw sterkste karakter, het duurt dan ook langer. Net hetzelfde met jouw sterke items. Hoe meer karakters je hebt, hoe langer het duurt voordat je die opnieuw kan gebruiken. Wat de sterke items betreft, er zijn items waarbij je gewoon een steen van iemand anders kan wegvegen. En dat geeft wel dikwijls de doorslag. En wat ook leuk is, is dat de scores op het einde bijna altijd heel dicht bij elkaar zitten. Blijft spannend tot het einde, je weet niet zeker wie gewonnen heeft. Een ander dilemma is, wat doe ik met mijn geld? Ga ik alles uitgeven aan die items? Of hou ik toch nog een beetje achter de hand? Want als het gelijk spel is voor de meerderheid op zo'n landschapkaartje, dan moet je gaan bieden. Dat is ook nog een aspect dat je rekening mee moet houden. Qua toegankelijkheid is het super eenvoudig aan te leren. Er zijn niet al te veel regels, maar toch genoeg diepgang tijdens het spelletje. En je kan verschillende strategieën of ja, tactieken eerder misschien proberen. Met rekening houden met geld, met de patronen die op jouw kaartje staan, de krachten van de items. En er zitten dan ook nog een aantal varianten in die je ook nog eens kan proberen. Dit is heel veel herspeelbaarheid, hoewel het in principe dood eenvoudig is. Als tweede hebben we Paleo, of Paleo, hoe je het ook wil uitspreken. Het spel dat verkozen is tot Spiel des Jahres van dit jaar. Dit is een coöperatief avonturenspel. En wat wil dat zeggen? Ja, je gaat samenwerken. De avontuur zit hem dan vooral in de kaartjes die je gaat opendraaien. Niet weten wat er aan de andere kant gaat staan. Maar je gaat eigenlijk een dag- en nachtfase spelen. En in de dagfase ga je gewoon een stapel met kaarten krijgen. Die wordt gelijk verdeeld over alle spelers.
en iedereen mag de bovenste drie telkens bekijken en de achterkant geeft informatie en op basis daarvan moet iedereen een keuze maken van welke locatie ga ik bezoeken. Bijvoorbeeld er staat bos op, dus je kan aannemen, oh hier ga ik misschien hout kunnen gaan verzamelen of misschien zie ik wel beesten die ik kan vangen, dat soort dingen. Maar je bent nooit 100% zeker, want het kan ook zijn dat er een boom op je hoofd valt en dat je niet moet proberen te ontwijken. Heb je niet genoeg skills, dan lukt dat niet. Dit is ook een spel waar dat je gaat groeien doorheen ieder spel dat je gaat spelen. En je speelt ook verschillende scenario's die los van elkaar staan wel. Maar die ook wel stijgen in moeilijkheidsgraad. Dus je mag grotere uitdagingen verwachten naarmate het level van jouw scenario gaat omhoog gaan. Op basis van de doos zou ik dit spel persoonlijk nooit kopen. Maar ik ben wel wat gaan wennen aan de art die gebruikt is in het spel door het te gaan spelen. Dus ik kan het ondertussen wel appreciëren. Vandaar ook dat ik de vraag stelde in het begin van deze video. Op basis van de doos, welk spreekt jou het meest aan? Niet alleen zijn alle componenten heel degelijk, maar ook het thema is heel sterk aanwezig in dit spel. Wat de mensen zal aantrekken in het spel, of misschien afstoten, is dat je op voorhand niet weet wat het juiste doel is van het spel. Ja, je moet een rotsschildering compleet maken, maar hoe je dat juist doet, zal je niet in het begin van het scenario weten en dat zal ook ieder scenario verschillen. Voor mij is dat een deel van het avontuur en dat werkt ook wel. Ieder scenario zullen de hindernissen die je zal moeten nemen om het doel te bereiken ook weer verschillend zijn en dat is heel thematisch weer gebonden aan wat er gaande is. En de moeilijkheidsgraad neemt ook stelselmatig toe. En in die mate zelfs dat ik het bijna kan vergelijken met Time Stories, waar je ook op voorhand al weet dat je bij de eerste run gewoon maar wat gaat verkennen en je weet dat je het niet gaat halen. En pas vanaf de tweede of misschien de derde keer heb je een idee wat je best kan gaan doen of heb je een lijstje van prioriteiten. Dit is eigenlijk een heel intuïtief spelletje, maar het kan toch nog altijd behoorlijk lastig zijn om dit onder de knie te krijgen als er geen ervaren spelspeler in de groep zit. Er is redelijk wat gaande. De herspeelbaarheid is in principe oneindig, maar ja, de verrassing zal wel wat minder zijn als je het vaker opnieuw gaat spelen met dezelfde sets aan kaarten. Dan moeten we eens een kijkje nemen naar Bonfire. Het spel gemaakt door Stefan Feld, gekend voor zijn puntensalades. In dit spelletje gaan we kampvuren, nee het zijn geen kampvuren, het zijn vreugdevuren, proberen aan te steken en dat doen we door bepaalde doelen te voltooien. Die doelen zijn een complex samenspel van allerlei factoren zoals hoeders die moeten wandelen over paden, portalen die je moet openen, je moet eilanden bezoeken om daar de doelen eerst op te pikken. Je moet actiefiches gebruiken. Er zit zoveel in het spel dat ik het echt niet in één oogopslag kan beschrijven. Wel, vergelijk deze doos met eender welk spel van Stefan Feld. En deze komt er qua looks altijd als winnaar uit, zonder twijfel. Ook die lijn kan je verder trekken naar de rest van de componenten. Het thema is jammer genoeg weinig inspirerend. Het kon eigenlijk ook eender wat geweest zijn. Maar het is wel een origineel thema. Dit spel is door en door een Eurogame en daar moet je natuurlijk voor zijn. Het interessantste mechanisme in het spel vind ik het gebruik van de actietegeltjes, waardoor je actiefiches gaat krijgen en die kan je dan gebruiken om alle andere dingen te doen. Die kan je eigenlijk op een slimme manier tegen elkaar puzzelen, waardoor je meer actiefiches krijgt als je dezelfde symbolen tegen elkaar kan leggen. Het fijne daaraan is dat je dat eigenlijk al van het begin van het spel kan zien. Als je eenmaal weet hoe het spel werkt, dan kan je eigenlijk al je hele strategie gaan plannen op basis van de volgorde waar die bij jou in liggen, die actietegels. Ze heten lottegels eigenlijk, maar goed. Wat mij betreft is dat een origineel mechanisme, daar nog nergens in tegenkomen. Ik vind het ook heel leuk en tegelijkertijd ook een beetje stresserend. Want het is in feite een race op verschillende niveaus om je doelen te halen. En je wil de eerste zijn, want enkel dan krijg je echt een bonus. En die bonus kan je toch één of twee beurten besparen, waardoor je weer sneller bent bij de andere doelen. Alles draait met andere woorden om efficiëntie. Dit is veel minder een puntensalade dan dat we gewoon zijn van het veld, omdat je niet tijdens het spel hier en daar punten scoort, maar pas op het einde van het spel door verschillende componenten met elkaar te verenigen. Individueel leveren ze eigenlijk niet op. Het belangrijkste mechanisme om punten te scoren tijdens het spel zijn de gnomes, de ouderen. Het is wel interessant om te wachten tot het einde van het spel, want dan gaan ze meer punten opleveren. Maar iedereen kan ermee gaan lopen. Dus hoe lang durf je te wachten? Iemand anders zal er misschien maar een paar punten aan overhouden en jij veel meer. Maar als ze het voor je neus kunnen wegkapen gewoon om je wat punten af te snoepen, dan zijn ze ook content natuurlijk. Na een dik half uur uitleg begrijp je misschien wel de spelregels, maar je hebt nog altijd geen idee hoe je eraan moet beginnen en wat slim is. Het is echt een spel dat je vaker moet spelen voordat het tot zijn recht gaat komen. Het is een zwaar spel zoals dat dan heet.
Hoewel de hoeveelheid en de complexiteit aan de spelregels eigenlijk nog wel meevalt, zijn er dan nog altijd de doelen en de speciale eigenschappen waarvan de symboliek maar voor 60% duidelijk is. Dus je gaat nog altijd het boekje erbij moeten halen. Maar als je eenmaal over die eerste berg heen bent, dan is het een spel dat je kan blijven spelen, want er zit zoveel variëteit in, zoveel verschillende doelen. En ieder spel ga je ook een heel andere strategie kunnen proberen toe te passen. Een andere reden waarom dit spel misschien minder toegankelijk is, is omdat het heel veel tafelruimte in beslag neemt. Hot Potato, een kaartspelletje waarbij je allemaal gelijktijdig een kaart moet kiezen. En op basis van beperkte informatie hoop je te weten dat jouw kaart de beste is van ze allemaal om op dat moment te spelen. We draaien ze open. Degene die wint, die krijgt een punt. En degene die verliezen, die een effect van hun kaartje wordt uitgevoerd. Er zitten grappige kaartnamen in, zoals Appealing Potato en bijbehorende Art. Het is een typisch pesterig kaartspel. Maar is het eigenlijk wel pesten? Uiteindelijk, als het puntje bij paaltje komt, is het een hele grote dosis willekeur. Hier en daar kan je misschien proberen te onthouden welke kaarten er aankomen en tactische keuzes maken op basis daarvan. Maar in zeldzame gevallen zal dat ook uitdraaien zoals je had gehoopt. Het is een verwarrend spelletje in het begin, maar het is eigenlijk poepsimpel en de timing is misschien het meest cruciale element dat fout kan gaan. Dit is een soort van spelletje dat je op café speelt en de herspeelbaarheid is er dan ook navenant. Je doet heel de tijd hetzelfde, maar misschien wordt het daardoor beter en beter. Als laatste heb ik twee spelletjes Chronicles of Crime, de voorloper van Chronicles of Crime 1400. Het is een onderdeel van de Millennium-serie, dus na 1400 gaan we ook 1900 hebben, geloof ik, en daarna 2400. Die heb ik nog niet gespeeld, dus laten we tot deze beperken. Ik geloof wel dat er een soort van rode draad in zit dat je een familie bent doorheen de eeuwen heen. In ieder geval, dit is een coöperatief spel waar je altijd een moord of een mysterie probeert op te lossen. En dat doe je met behulp van een app waarbij je QR-codes gaat scannen en zo kan je mensen gaan ondervragen. Bij de 1400-serie kan je ook je hond laten snuffelen aan items en zo hopen dat je bij een bepaalde persoon gaat uitkomen. En wat ook is met de app is dat je de tijd ziet vooruitgaan. Dus hoe meer vragen je stelt, hoe meer tijd dat ook kost, hoe vaker je moet verplaatsen, hoe meer tijd dat kost. Ja, thematisch gaat dat dus vrij sterk zijn. De app is ook netjes gedaan. Ik vind de art die gebruikt is bij de oorspronkelijke doos vind ik geweldig. Bij de 1400-versie vind ik wat minder, maar het is wel toepasselijk bij de sfeer die het wil creëren. En dan wil ik nog even zeggen, wat er echt geweldig aan is, aan beide versies, dat is deze plastieke beschermhoes voor in de insert. Dat is geweldig. Dat doet Lucky Duck wel vaker, bij Destiny zoals het ook. En dat zou een must moeten zijn voor ieder spel waar veel kaarten in zitten, die quasi los in de doos zitten. Kijk, het kan nog mislopen. De moord of mysterie oplossen, een beetje een moderne versie van Sherlock Holmes Consulting Detective. Want dat gebeurt allemaal met de app en dat is op zich revolutionair. Maar soms is het ook een beetje frustrerend. Zeker als je het met de tablet gaat doen. Het is gewoonweg vermoeiend om de hele tijd overal dit te doen en te scannen. Het rondkijken in de kamers vind ik dan wel een geweldige meerwaarde. Maar dat gebeurt dan maar één, hooguit twee keer per spelletje. Typisch voor een dergelijk mysteriespel is dat de fun ook heel hard samen gaat hangen met het aantal keren dat je komt vast te zitten. Want dat doorbreekt de fun die je hebt. En in dit geval kan je daar niet in alle tijden super positief over zijn, want je kan hier niet alleen vast komen te zitten omdat je niet weet hoe alle linken met elkaar moeten verbonden worden, zoals bij de meeste mysteriespellen. Maar soms kom je hier ook vast te zitten van, ik wil dit of dat vragen aan die persoon, maar ik vind die persoon niet, of ik weet niet wat ik moet scannen om die vraag te stellen. Ik ga een voorbeeld geven met kleine spoilers, maar ik ga het beperkt houden. In mijn vorig scenario had ik iemand die verdwenen was. En ik dacht te weten, na een tijdje natuurlijk, waar die zat. En ik stond quasi voor de deur. Ik was met de persoon aan het spreken die eigenlijk verborgen hield. Ik probeerde die persoon te scannen, in combinatie met de persoon die we zochten. Gaf niets. Ik scande die met andere elementen die belangrijk waren in het onderzoek. Andere personen die er iets mee te maken hadden. Wat ik allemaal vrij zeker wist eigenlijk. Ik had bijna het hele verhaal in mijn hoofd. Maar die gaf geen krimp. Totdat ik een specifieke combinatie probeerde. En toen was het ineens, oké, ja. De persoon is hier verborgen. Je hebt gelijk. Maar ik kreeg het niet los, die informatie. En daardoor kon ik
de moord eigenlijk ook niet fatsoenlijk oplossen. Het is een extra laag aan mogelijke manieren dat je kan vastkomen te zitten. Ook weet je op den duur niet meer welke combinaties aan personen en items dat je al hebt gescand. En een van die dingen die je over het hoofd hebt gezien, die kan misschien wel cruciaal zijn om de moord op te lossen. En dat is jammer, want dat zorgt er voor een zekere smet op dit spel, wat anders eigenlijk heel goed gemaakt is. Het verhaal uiteindelijk zit meestal goed in elkaar. En niet alleen dat, het is ook te halen. Je kan ook de moord oplossen. Het is veel gemakkelijker, veel toegankelijker dan Sherlock Holmes Consulting Detective. Bijzonder leuk is dat het spel heel intuïtief is. Je hoeft bijna geen spelregels te lezen of zo. Het spel neemt je mee en met dat scannen, dat werkt logisch, vraagt die met dat. Nu, ik vind het spel wel het meest tot zijn recht komen als solospel of hooguit met twee spelers, omdat dan de ervaring net iets rijker is en je bent iets meer betrokken in de hele zaak. Nu, ik denk dat het ook wel perfect kan werken met vier als dat de juiste groep is. Qua herspeelbaarheid, ieder scenario kan je in principe maar één keer spelen en er zitten er 4 à 5 in iedere doos. Ze zijn ook los van elkaar te spelen in dit geval. Je kan er wel altijd bij kopen en dat is 5 euro het stuk. Dat is misschien niet veel voor een avondje plezier. Zoals gewoonlijk sta ik hier op het einde van de video voor mijn persoonlijke ranking te geven. Dat is puur op mijn gevoel, puur op mijn ervaringen, mijn voorkeuren. Dat wil niet zeggen als ik een spel een lage score geef dat dat ronduit slecht is, maar dat is wel een spel dat ik niet graag opnieuw zou spelen. Terwijl als ik een hoge score geef, wil dat zeggen dat ik veel honger heb om het opnieuw op tafel te krijgen. Laagste vandaag is, u zag het misschien afkomen, Hot Potato. Een kaartspel dat niet op mijn lijf geschreven is omwille van de geluksfactor. We hebben er wel mee gelachen, dus ik denk dat een bepaalde groep op bepaalde momenten wel tot zijn recht gaat komen. Maar bij mij gaat dat niet meer gebeuren. Dan wordt het wel wat lastiger. De andere spellen zijn allemaal heel goed in mijn ogen. Maar wat mij dan minst ligt is het coöperatieve spel Paleo. Het doet me een beetje denken aan Robinson Crusoe en ik vind het zeker en vast beter dan het spel. Want het is nog altijd verschrikkelijk hard, maar het speelt toch net iets vlotter. Het duurt meestal een uurtje, anderhalf uurtje misschien als je goed bezig bent, maar traag bezig bent. Het geeft zeker een heel sterk verhaal mee, dus dat doet het eigenlijk allemaal goed. Er zijn eigenlijk weinig minpunten te benoemen aan dit spel. Maar ik heb wel, als ik het spel aan het spelen ben na een uur, dat ik het gevoel heb dat ik 2 uur aan het spelen ben. Het voelt dikwijls wat langdradig aan. Of we zijn gewoon direct dood, en dan voelt het natuurlijk niet langdradig aan. En ik merk dat de mensen met wie ik het heb gespeeld, is het wisselvallig. Sommigen hebben dat gevoel ook. Anderen vinden het een heel toffe beleving. Waarschijnlijk zijn dat de mensen die graag coöperatieve spellen spelen. Die graag dat avontuur zien. Dus ik denk echt dat ik het voor dat soort mensen zeker mag aanraden. Maar voor mij is het een degelijk spel en geen hoogvlieger. Maar ik kan wel absoluut begrijpen waarom dit een Spiel des Jahres winnaar is. Daar ga ik niet over discussiëren. En dan op de derde plaats staat Bonfire. Een zwaar eurospel. En zo heb ik er niet al te veel. Omdat ik meestal het ook niet zo graag speel. Dus deze is dan voor mij wel heel sterk in zijn categorie. Moet ik misschien vergelijken met een Castles of Burgundy. Het is misschien nog net iets moeilijker om in te komen, maar er is ook heel wat gaande in het begin. En uiteindelijk valt het allemaal wel mee. Hier kan je bijna alles van het begin uitplannen. Er zullen wel af en toe wat kaartjes verschijnen dat je misschien toch wel jouw tactiek wil aanpassen op dat moment. Maar het is vooral ook door de interactie van de race. Dus je ziet de andere spelers, als je het eenmaal beter tenminste, zie je ook wat de andere spelers aan het doen zijn. En je probeert hem voor te blijven. En hij komt echt beter en beter tot zijn recht door hem vaker te spelen. Ik wil hem graag op tafel krijgen, maar dat is de hinderpaal ook. Het is een redelijk stevige uitleg. Het is niet iets wat iedereen graag gaat spelen, ook niet. Maar ik vond hem wel leuk om te doen. Op 2 zet ik dan Chronicles of Crime. Ik zet ze even tezamen. Hoewel ik misschien de gewone versie nog iets beter vind, maar dat kan ook gewoon al nostalgie zijn, omdat ik al langer geleden heb gespeeld en zo. Ik heb het initieel zelfs een 9 gegeven ooit. Het is nu minder. Ik moet er toch ergens rekening mee houden dat er af en toe tijdens die spellen een bepaalde frustratie gaat opduiken. Misschien ligt dat aan mij, dat ik niet zo'n goede researcher ben en dat ik sommige logische dingen over het hoofd zie. Maar ja, het is er wel. Maar als het puntje bij paaltje komt, ben ik ook wel nieuwsgierig naar een volgend scenario. Dus het is niet dat het mijn honger naar meer stilt. Waarom ik 1400 dan net dat tikkeltje minder vind? Ik vind de hond leuk,
En dat vind ik dan ook het enige wat echt een meerwaarde is. Ik vond de leefwereld minder interessant persoonlijk. Ik heb er minder een connectie mee. Ik denk dat dat vooral is. En ik vind de art ook veel minder aangenaam dan hier. Maar dat is allemaal persoonlijke meningen. Ik denk niet dat je daarvoor deze doos moet laten staan. En dan op 1, Rome. Waarom? Ja, ik vind er eigenlijk gewoon niet slecht aan het spel. Ik kan niet zeggen wat ik er aan zou veranderen als ik het in mijn handen zou krijgen. Het is een abstract spel, ja, het is een soort van puzzelspel. Maar dan dat motortje op gaan krijgen, goede combinaties aan items zoeken, in combinatie met jouw patronen. Want meestal ga je wel een gebied veroveren omwille van ja, de punten. Als je het al vaker hebt gespeeld, ga je misschien ook wel rekening houden met het patroon dat erop staat. Is dat een goed patroon? Dus meestal zijn de goede patronen minder punten waard. Het is ook zoiets, je moet misschien in het begin een beetje investeren om daarna alles eruit te halen. Maar je kan het op verschillende manieren spelen. Het is niet moeilijk om aan te leren en het is iedere keer anders. Wat moet je meer hebben? Het ziet er ook mooi uit. En gewoon die extra flavor tekst die erop staat, daar word ik blij van. Ik moet zeggen, misschien wel een van de beste abstracte spellen die ik heb. En zeker het meest thematische abstracte spel. En waarschijnlijk ook een van mijn favoriete area control spellen. Ik ben niet zo voor dat mechanisme. Ja, dat was het dan eigenlijk wat betreft deze video. Ik moet er wel nog bij zeggen, want dat ben ik even vergeten, dat ik deze 4 spellen hier heb opgestuurd gekregen. Heeft mijn mening niet beïnvloed. Maar ik was ook aangenaam verrast door hoe goed ze allemaal waren. En ja, Chronicles of Crime ken ik nu wel, maar van de andere had ik niks bijzonders verwacht. Ja, oké, ik wist het spiel dit jaar, maar ik vond het allemaal geslaagd spel. Ik heb ze allemaal met plezier gespeeld. Dus soms moet je gewoon laten verrassen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye.